De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Lof zij u, Christus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar heel alleen. De boot was reeds een heel eind van de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, want zij meenden een spook te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij. Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Sprookjes beginnen altijd met: er was eens. Dan komt een spannend verhaal dat dan altijd ook weer eindigt met: en ja, ze leefden nog lang en gelukkig. Je zou misschien het evangelie van deze zondag als zo'n sprookje kunnen lezen. Spannende verhalen met storm en water en met het bezweren van zee en wind. Maar sprookjes beginnen altijd uit het niets. Er was eens, er was ineens. En ze eindigen met dat nog lang en gelukkig. Hier gaat het dus niet om een sprookje. Alleen al omdat het verhaal zeker niet zomaar ergens begint. Het begint niet met van er was eens, maar het begint met: na de broodvermenigvuldiging zei Jezus zijn leerlingen alvast naar de overkant te varen. Hij zou het volk naar huis zenden. Hij ging daarna de berg om te bidden en de nacht verstreek. We beginnen niet zomaar ergens, er gaat een hele geschiedenis vooraf. Het is dus geen verhaal op zich, maar een veel grotere vertelling. En aan het einde heeft Jezus het ongeloof en de angst van de leerlingen niet simsalabim weggetoverd, maar het zijn en blijven en blijken mensen van vlees en bloed met niks van je lang zullen ze leven en gelukkig zijn. Geen sprookjes hier, maar geloofsverhalen. En geloofsverhalen gaan niet over schimmen op het water, dwergjes in een bootje of een tovenaar die voor ons de boze heks verdrijft. Het gaat hier over ons. Over ons leven. En over Jezus. Dat bootje van die apostelen is het schuitje van ons leven. Daar moet je het mee doen. Een ander is er niet. En soms gaat dat goed. En soms dan schudt dat zo heen en weer dat je niet meer weet van hoe je het hebt. De zee, het water, is het leven. En dat kan heel verfrissend of verkwikkend zijn, zeker in de zomer. Het draagt ons, maar het schudt ons soms ook zo door elkaar dat we dreigen ten onder te gaan, of minstens dat we dat gevoel hebben. En als je het verhaal zo leest, dan gaat alles over mij.
mijn leven, mijn levensboot, mijn dag, mijn nacht, mijn veiligheid, mijn krampachtig vasthouden aan mijn zekerheden, mijn durven en aarzelen, mijn spoken en mijn schimmen, mijn duik in de diepe, mijn risico levensgroot, mijn moed, mijn overmoed, en dan weer mijn twijfel en mijn gebed uiteindelijk, Heer, red mij. Maar als je het verhaal zo leest, dan is het ook mijn Heer die mij zegt, ik ben het. Vrees niet, wees gerust. En die zijn hand naar mij uitsteekt en mij vastpakt en mij redt. Mijn verre Heer misschien, die het hele verhaal met de nacht en het water en de storm blijkbaar beheerst, maar die ik niet altijd meteen zo herken. Zeker niet in de duisternis van het leven of in de stormen van het leven. Het zijn geloofsverhalen met een boodschap voor ons. Zolang Petrus in het evangelie naar Jezus kijkt, lukt hem alles. Maar dwaalt zijn blik, is hij nergens meer. Tegen iemand met hoogtevrees zeggen we niet naar beneden kijken, maar naar boven. En als je een hele grote berg beklimt, dan moet je je focussen op boven en alvast genieten van die zalige rust van als je dadelijk boven over die vlakte loopt. Hoe of wat dan ook, je moet blijven geloven, zegt ons dit evangelie van deze zondag, in het krachtige woord van de Heer. Onze laatste angsten en alle vragen van het leven, die kunnen we pas echt de baas als we ons resoluut naar Christus wenden en zijn roep beantwoorden. Wees gerust, ik ben het, vrees niet, maar, want dat zegt Jezus ook, kom dan ook en volg mij.